Werkloos? Een bijstandsuitkering? Dit is wat u moet weten. Bent u werkloos en krijgt u een bijstandsuitkering? Of gaat u een uitkering aanvragen? Dan valt u onder de wet werk en bijstand. Vanaf 1 januari 2015 heet dat de Participatiewet. In deze wetten is geregeld dat u recht heeft op een uitkering. Dit is een tijdelijke oplossing tot u weer een baan heeft. In dit filmpje leggen we u uit wat de 5 spelregels zijn om een uitkering te krijgen en om die te behouden. Op de eerste plaats schrijft u zich in als werkzoekende op de website www.werk.nl. U kunt ook bij het werkplein in uw gemeente of regio langsgaan. U meldt zich persoonlijk bij de afdeling Werk en Inkomen van uw gemeente. Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee. U krijgt dan een afspraak. Ook maakt u een werkmap aan op werk.nl. De werkmap is uw persoonlijke pagina. Daar plaatst u uw cv en zoekt u naar vacatures. U gebruikt de werkmap ook om door te geven op welke banen u heeft gesolliciteerd. U wacht niet tot u bericht krijgt of uw uitkering is toegekend. U gaat direct actief op zoek naar werk. Dat kan een vaste baan zijn, maar ook tijdelijk werk, deeltijdwerk of werk via een uitzendbureau. U neemt in principe al het werk aan wat u krijgt aangeboden. Ook als dat minder goed verdient dan uw vorige baan of als u langer moet reizen. De 5e en laatste spelregel is het plan van aanpak. U maakt samen met de gemeente een plan om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Dit plan gaat u dan ook uitvoeren. De gemeente kan u helpen door uw sollicitatietrainingen aan te bieden of een stage waardoor u de kans krijgt om werkervaring op te doen. Ook kan de gemeente u bij werkgevers aanbieden. Dit zijn in het kort de regels die gelden voor uw uitkering. Houdt u zich niet aan deze regels, dan kan de gemeente uw uitkering tijdelijk verlagen. U krijgt dan tijdelijk een lagere uitkering of helemaal geen uitkering. Bent u jonger dan 27 jaar? Dan is het de bedoeling dat u eerst 4 weken zelf op zoek gaat naar werk of een opleiding. Pas na die zoekperiode besluit de gemeente of u een uitkering krijgt. Belangrijk is dus dat u actief naar werk zoekt. U doet dit door te solliciteren. U schrijft een sollicitatiebrief. Daarin staat waarom u de baan graag wilt en waarom u denkt dat u geknipt bent voor deze baan. Samen met de brief stuurt u een cv mee. Een cv staat voor curriculum vitae. Dit is een overzicht waarin u schrijft wie u bent, ofwel uw persoonsgegevens, wat voor werkervaring u heeft, waar u goed in bent, uw kwaliteiten dus, en wat voor opleiding u heeft. Kijk voor voorbeeld cv's bijvoorbeeld op www.werkbladmagazine.nl. Een tip. Zet uw cv ook op vacaturesites, zoals Monsterboard, de Nationale Vacaturebank of jobbird.com, zodat werkgevers u daar kunnen vinden. Er zijn ook nog andere manieren om op jacht te gaan naar een baan. Kijk op Twitter en typ hashtag vacature in. Dan ziet u welke bedrijven mensen nodig hebben. Of laat in uw LinkedIn-profiel of op uw Facebookpagina weten dat u op zoek bent naar werk. En als u echt origineel wil zijn, kan ook dit nog. Het kan natuurlijk zijn dat u wel wilt werken, maar dat dat niet of niet meteen kan. Bijvoorbeeld omdat u lichamelijke of andere problemen heeft. Bespreek dit dan met de klantmanager van uw gemeente. Zoek samen uit wat wel mogelijk is en hoe de problemen op te lossen zijn. We hopen dat deze informatie u verder helpt en natuurlijk ook dat u snel weer aan het werk bent. We wensen u heel veel succes bij het vinden van een baan. Wilt u meer weten? Ga dan voor meer informatie naar uw eigen gemeente of kijk op webleren.stimulans.nl voor cursussen en nog meer tips over solliciteren.